persoonlijk erfgoed. Toch blijven de buurtcomité's met heel wat twijfels zitten over de constructie van een 25 meter hoog gebouw in het nieuwe park bijvoorbeeld. Maar vooral over de fietsinfrastructuur. We zijn blij dat er een participatietraject op komst is, waar we met beide handen zullen, met alle handen zullen aan meedoen. Maar het gebouw in het park, vraagteken, het mobiliteitsplan wordt dan nog grondig bekeken. We zullen zien. De fietsbrug ter hoogte van het provinciehuis komt er niet tijdens deze legislatuur. De fietstunnel die voorzien was onder de Martelaarlaan komt er ook niet. Dus dat zijn gemengde gevoelens. Schepen van openbare werken Dirk Robeets maakt zich sterk dat de fietsbrug en tunnel er volgende legislatuur wel komen. In afwachting krijgt het kruispunt van de Tiensesteenweg met de Martelarenlaan tegen eind 2017 een andere inrichting. De huidige oversteekplaats voor fietsers en voetgangers over de Tiensesteenweg verdwijnt. Er komt een nieuwe brede oversteekplaats waar langs al het fiets- en voetverkeer veiliger door kan. In de Galgenstraat in Gitbets komt een inhaal.